Goud is succes, maar uiteindelijk hoop ik dat sportinnovatie iedereen aan het bewegen zet. Sportinnovator heeft een netwerk ontwikkeld van innovatiecentra op het gebied van sport en bewegen. Een sportecosysteem verspreid over heel Nederland, uniek in de wereld. De bedoeling van het ecosysteem is het bouwen van een netwerk waarbij al die innovatiehubs, al die omgevingen waar sportinnovatie plaatsvindt, met elkaar gaan samenwerken. Sportbestuurder Maurits Hendricks speelt al jaren een belangrijke rol in de topsport in Nederland. Hij staat aan de wieg van dit netwerk. Vraag en aanbod moeten in sportinnovatorcentra bij elkaar kunnen komen. Dat betekent eigenlijk dat iedere partij die iets voor de sport wil doen, moet bij een centrum terecht kunnen. Sportinnovator heeft deze sportinnovatiecentra gecertificeerd. Elk kennen ze een eigen specialisme. Zo wordt er geïnnoveerd op het gebied van sporten en sportief bewegen. Voor iedereen, op ieder niveau. En het kan gaan om innovaties gericht op excelleren, in top en in de breedte sport. Ook wordt hard gewerkt aan de innovaties die de sport verduurzamen. In het Seeling Innovation Center in Scheveningen werken verschillende partijen nauw samen aan grensverleggende innovatie. Hier komt het netwerk bijeen en onderzoekt nieuwe ontwikkelingen in de zeilsport, zoals het fenomeen foiling. Nou, als Seeling Innovation Center brengen we op een dag als vandaag de vier belangrijke partijen bij elkaar. Het is de topsport uiteraard, het is het bedrijfsleven, de overheid en de kennisinstellingen. So this is basically an airplane with a man standing on top of it. Het zorgt eigenlijk voor dat je als boot of wat door het water heen beweegt veel minder weerstand heeft. En hoe kunnen we nou zorgen dat die foil het hardst door het water gaat? Er zijn natuurlijk heel veel aspecten die uiteindelijk ervoor zorgen dat je aan de top komt te staan of een gouden medaille haalt. We've been very lucky with the companies around Den Haag who have joined us today and really thrown their ideas into the mixture to test, to improve. We inspireren elkaar, we leren van elkaar en uiteindelijk worden we beter van elkaar. De sportinnovatorcentra zijn knooppunten om de bal, de speer, de schaats op te pakken. Maar het zijn ook plekken waar partijen commerciële of maatschappelijke kansen ontdekken in de sport. Deze samenwerkingen leiden tot nieuwe inzichten over beweging. Zoals bij het onderzoek van het centrum Inno Beweeglab in het Urban Sportpark in Eindhoven. Ja, de gemeente heeft dit park aangelegd om meer mensen aan het bewegen te krijgen. Ik vind het heel mooi dat er is een plek dat je kan in de openbare ruimte echt spelen en sporten. We gaan met technologie monitoren hoeveel mensen er zijn. We gaan ze observeren wat ze dan precies doen. En we gaan ze interviewen dat we ook weten waarom ze hier komen en wat er nog beter kan. En wij ondersteunen ook de bedrijven die producten ontwikkelen voor die openbare ruimte. Zodat er zoveel mogelijk mensen zoveel mogelijk gaan bewegen. Een gezonde actieve leefstijl, dat is waar wij aan willen bijdragen. Bonden, gemeentes, sportaanbieders, start-ups, iedereen die open staat voor creativiteit en samenwerking, die kan bij een sportinnovatorcentra terecht. Deze kruisbestuiving leidt tot nieuwe inzichten en ideeën. Zoals hier in Nationaal Zwemcentrum De Tongelreep. We proberen een nieuwe methode te ontwikkelen voor de zwemles, om met een frisse blik naar de zwemles te kijken. Ja, wij werken hier aan de zwemles van de toekomst. We hebben in Nederland 180.000 kinderen ongeveer per jaar die een diploma krijgen. En daar gaan er 5.000 ongeveer door naar een vereniging. En je zou natuurlijk willen dat het getal veel groter wordt. En het feit dat er nu te weinig doorstroom is vanuit de zwemles naar de zwemvereniging, betekent dat de zwemles in die zin niet leuk genoeg is. En met dit project proberen wij de zwemles leuker te maken, zodat kinderen zwemles niet meer zien als een moetje, maar dat ze zwemmen ook gaan zien als een echte sport. Dat noem ik sociale innovatie. Dat wil ik oplossen. Dat moet veranderen. Sport heeft heel veel in zich. Natuurlijk is het prachtig om te kijken naar de prestaties van Nederlandse sporters door de hele wereld. Maar sport kan nog veel meer. Sport kan misschien bijdragen aan de maatschappelijke opgaven die we hebben als het gaat over actieve leefstijl, participatie en misschien zelfs ook wel het verlagen van de carbon footprint. Ontdek binnen dit unieke netwerk waar uw mogelijkheden liggen en hoe we samen nieuwe toepassingen vanuit de sport het licht kunnen laten zien. Zo helpen we iedereen in beweging en beter presteren. Innoveren met impact. Iedereen die doet mee. Durf groot te denken. Ontdek met ons waar jouw kansen liggen. Kom samen met ons in beweging. Sport is superleuk. Doe mee voor een vitaler Nederland.